Nu we ons eerste lege blad hebben, gaan we onze opdracht maken. We beginnen met een kleurblok. Hier een blok. Klikken hem aan en dan is ons cursortje een vierkantje begonnen. Omdat dit een kleur is die van links naar rechts moet, moet je hem op de uitloopgebieden houden. Op de rode lijn klikken en hoe groot zullen we hem maken? Zoiets. Dat maakt niet zoveel uit hoe groot je hem maakt. Als je maar ergens bovenin dat ding zet. Dan klikken we op stalen en we kiezen een kleur. Je mag zelf weten welke kleur je gebruikt. Je kunt er ook nog aan veranderen. Als je bijvoorbeeld blauw gebruikt. En je klikt bij de tint. Even naar boven doen. Op het driehoekje. Dan kun je dat ding lichter maken of donkerder maken. Ik zal hem eens even op deze zetten. Is die heel lichtblauw? Zet je hem daar, zit hij wat donkerder blauw. Nou, je kunt daar zelf kijken wat je mooi vindt. Ik ga hem gewoon op 100. Ik haal het weg, want verder doe ik er niet zoveel mee. Dan willen we een tekst plaatsen. Nou, een tekst plaatsen doen we met het tekstblok. De T, klikken. Nou ziet hij er anders uit, de cursor. Deze zetten we op de paarse lijn. Ingedrukt houden, slepen naar de andere kant. En ik heb een vierkant met een knipperend gedeelte. En in dat knipperend gedeelte kunnen we een tekst maken. Nou, we noemen hem kopkrant. Maar als jij iets anders leuk vindt, dan is dat ook goed. De kop van de krant is zo wel heel erg klein. Dus ik maak daar een blokje van. En dat zullen we eens even veranderen. Nou, we zullen hem gelijk eens even naar 60 doen. Nou, dat is veel te klein nog. 72 doen. Het is nog niet vullend, maar zo kun je al wel vast een beetje een beeld hebben van hoe groot die zal gaan worden. Dan kies ik een leuke lettertype. Ook hier mag je weer helemaal zelf weten welk lettertype je wil gebruiken. Welke heb ik in het voorbeeld ook alweer gebruikt? Daar weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Een beetje oude letter heb ik daarvoor gebruikt. Nou, je ziet dat er heel verschrikkelijk veel. Oh, deze is aardig, denk ik. Ah, deze heb ik ook gebruikt. Goed. Hij staat niet in het midden. Nou, dan kan ik hier, kan ik hem in het midden zetten. Vind ik deze mooi? Nou, misschien wil ik hem wel dikker. Nou, dan ga ik even kijken. Oh, ik heb voor een lettertype gekozen wat alleen maar in deze vorm gezet kan worden. Je hebt ook lettertypes met andere vormen. Nou, ik wil deze toch houden. Vind ik makkelijk. Dus ik hou nou dit gedeelte even. Ik vind hem nog te klein. Ik klik hier weer op. Maar nou, oh, hierin. Nou, dat klikken van mij valt nog niet mee. En ik maak hem 100. Punten. Zo is die een stuk groter. Nou, dit vind ik wel aardig. Kan natuurlijk nog groter, als die maar binnen het geheel past. Ik klik even naast de ding en ik zie dat kopkant. Deze staat wel redelijk in het midden. Als je nou niet tevreden bent met waar je tekst staat, dan kun je nog op het selectiepuntje. En je klikt in je vierkantje, wat je net gemaakt hebt. Dan kun je hiermee de boel naar beneden, als je hem naar beneden wil hebben, of naar boven. Maar nu komt hij buiten de marge, buiten de paarse lijn. Dat is niet goed. Dus hij moet ietsjes naar beneden, hij mag nog ietsjes naar beneden. Maar ik wil hem wel redelijk omhoog hebben. Dus dat vind ik wel aardig. Je zou zelfs de kop schuin kunnen zetten.
Maar dat voor een krant niet zo heel erg handig. Dus ik druk weer op Ctrl-Z en hij komt weer goed staan. Als ik nou denk van ja, maar ik vind dat blauwe stuk te groot, dan klik ik op het blauwe plekje en dan kan ik bijvoorbeeld hier het blauwe stukje kleiner maken. En dat is aan jezelf of je dat mooi vindt of niet. Dan gaan we kijken naar het stukje onder de kopkrant. Ik ga naar het pennetje toe. Ik klik erop. Nou heb ik een pennetje. Dan wil ik hier ongeveer een lijn hebben. Van de ene kant naar de andere kant. Maar niet in mijn marge. Dus van de ene kant. Hier, ik klik. Laat los. Druk op Shift. En ik klik aan de andere kant. En ik heb een lijn getrokken. Die lijn is niet heel erg duidelijk. Dus wat moet ik doen? Ik moet zorgen dat mijn lijnen wat dikker worden. Oh, ik heb hier lijnen staan. Even kijken. Hij is nog geselecteerd. Dus we kunnen hier kijken naar de dikte. Nou, als we hem eens op 3 doen. Kijk, dan is die wat dikker geworden. Je mag zelf weten hoe dik je doet. Ik hou hem nou even op 3. Klik dit ding weer weg. Ik wil nog een lijn. Hij staat nog steeds aan. Ongeveer hier. Ik klik. En dan zie ik wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb niet afgesloten. Hij denkt nog steeds dat die één lijn is. Ctrl-Z. Dan heb je de lijn losgelaten. Klik nog een keer op het hoekje. Dan klik ik hier. Shift ingedrukt. Als ik Shift indruk, dan wordt de lijn precies horizontaal. Klik nog een keer. En ik zie dat ik weer een dunne lijn heb. Blijkbaar is dat weer teruggegaan. 3, want die hoorde niet bij die andere. En hij staat op 3 lijnen. 2 lijntjes, waarbij tussen even de jaargang willen bepalen. Nou, dan hebben we dus weer een tekstblok nodig. Tekstblok loopt van de ene kant naar de andere kant. Heb ik niet erg mooi geplaatst, maar dat verander ik dadelijk wel even. Als je die mooier wil plaatsen, kun je eigenlijk beter een beetje inzoomen. Op de Alt-knop drukken, met je muis bewegen en hij komt naar groter of kleiner te staan. Ik zet hem weer in het midden. Wat vul ik hierin? Nou, ik vul in krant van het Indiesigen leren jaargang 1, 4 augustus 2016. Nou, ook dit moet je dan in een lettertype zetten waarvan je die leuk vindt. Als je deze doet en we willen hem een beetje. We gaan hier nou niet kijken wat voor letters er allemaal heel erg mooi zijn. Zal ik deze doen? Ik kan er niet veel van zien op deze manier. Ik maak hem iets groter. 18 punten. 18 punten was blijkbaar te groot. Dan gaan we kijken. Bij 16 punten doet hij het nog. Dat kan te maken hebben met ons blokje, wat niet groot genoeg is. Als we dit blokje nou iets omhoog doen, dan komt hij er wel bij meer in te staan. Ik ga op mijn tekst staan en dubbelklik.
Nou is het weer een tekstblok. Maak er weer even een blokje van. Kijken. 17, waar kan die nou wel? 18 ook. 19 ook. 20 ook. Ja, het moet ook niet te groot worden, vind ik. Dus ik ga even hierin kijken. Krant van het InDesign leren. Nou. Als ik hier met de balk dat een beetje verander. En daar ook een beetje verander. Dat vind ik wel aardig. En zo schuif ik de boel een beetje op. Ik wil graag dat die helemaal naar buiten was. En zo kun je de boel neerzetten zoals je zelf wil. Zijn er nog andere manieren? Daar komen we dadelijk op. Nu hebben we de kop en de jaargang. We gaan nu tekst plaatsen. We gaan naar het tekst-icoontje. Stond toevallig al aan. We maken een balk over het hele blad heen. We zetten de tekst even op een klein letter die we kennen. Arion is wel een aardige tekst. En we willen natuurlijk een beetje kleine. Dus we zetten hem op 9. Dus dat we een redelijke tekst krijgen. En nou kunnen we natuurlijk alles vol gaan typen. Maar handiger is om op tekst te drukken. Helemaal naar beneden. Vullen met plaatsaanduidingstekst. Dat is een tekst die al in de computer zit en die je dan daar neerzet. Ik klik erop en ik zie dat ik tekst heb. Ik kan niet zien wat het is, daar is het te klein voor. Maar ik zie wel dat ik tekst heb. Dat zijn die grijze balkjes. Nu wil ik niet één kolom, maar ik wil meerdere kolommen. Dus, wat doe ik? Ik ga naar object. En dan kijk ik naar de opties van de tekstkader. Ik maak 4 kolommen in plaats van 1 kolom. Ik druk op OK. En ik zie 4 kolommen.